Voorzitter, vandaag bespreken we de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV. Maar eigenlijk hebben we het over een veel groter thema, namelijk wat is veiligheid? Ik herinner me nog dat ik in 2004, na de aanslagen in Madrid, iedere dag met de metro naar school ging. Zodra ik instapte, keek ik welke uitgangen ik zou kunnen gebruiken als een terroristische aanslag zou kunnen plaatsvinden. Het is in deze tijd dat de NCTV is opgericht. Maar de tijden zijn veranderd. De ongekende technologische vooruitgang heeft er niet alleen voor gezorgd dat de dreigingen veranderen, maar ook dat onze veiligheidsinstanties nieuwe manieren moeten vinden om daarmee om te gaan. En dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo hebben we gezien dat de NCTV informatie verzamelde uit bronnen die veel mensen niet als openbaar zouden ervaren. Hier lijkt veiligheid op gespannen voet te staan met het recht op privacy en met het recht op vrije meningsuiting. De NCTV wil de veiligheid vergroten, maar burgers voelen zich door ongecontroleerde monitoring onveilig op het internet. Betere privacy en meer veiligheid lijken soms een tegenstelling, maar dat zijn juist waarden die hand in hand gaan. De belangrijkste vraag in dit debat is dan ook, hoe richten wij onze veiligheidsinstanties zo in dat ze hun werk zo effectief mogelijk kunnen doen? En hoe doen we dat zonder dat mensen zich juist door die instanties die hen moeten beschermen onveilig voelen? We zijn hier aan het spreken over het verbeteren van de juridische grondslag van de NCTV. Maar de kernvraag is, heeft dit wel toegevoegde waarde? Moeten we niet eerst de vraag stellen welke rol de NCTV zou moeten vervullen? En hoe bewaken we de grens tussen de NCTV en de inlichtingen en veiligheidsdiensten? Voorzitter, hoe gaan we ervoor zorgen dat de toezichthouder, op dit moment de autoriteit persoonsgegevens, genoeg middelen en technische kennis heeft om het werk van de NCTV te controleren? En kan de autoriteit persoonsgegevens dat eigenlijk aan? Graag hoor ik daar een reactie. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over hoe we burgers betrekken bij dit proces. We willen bijvoorbeeld dat burgers meer inzicht krijgen in wat er met hun gegevens gebeurt. En daarom vraag ik de minister om mogelijkheden te onderzoeken voor burgers om zelf informatie te vragen over hoe hun data verwerkt wordt en hoe hun gegevens worden gebruikt. Voorzitter, we hebben experts nodig die dreigingen kunnen ontdekken, duiden en voorkomen. Dreigingen zo objectief mogelijk vast te stellen. We willen dus ook experts niet beperken, maar we willen hen wel kunnen controleren en bijsturen waar dat nodig is. En tegelijkertijd is veiligheid iets subjectiefs. Burgers moeten namelijk ook het gevoel hebben dat ze veilig zijn. En wat ervaren mensen zelf als grootste dreiging en hoe vergroten wij dat gevoel van veiligheid? En voelen wij ons nog veilig als we zelf gecontroleerd worden? Daarom is meer transparantie over de werkwijze van de NCTV nodig. En ook hoe deze dienst met onze data omgaat. En daarom is het tijd dat we burgers zelf meer gaan betrekken bij dit proces, waarmee we de veiligheidsinstanties anders gaan inrichten. Zou de NCTV bijvoorbeeld niet juist als openbare organisatie een coördinerende rol kunnen spelen in het vergroten van de democratische legitimiteit van veiligheidsinstanties? Door bijvoorbeeld zelf het maatschappelijk debat aan te gaan met de burgers over veiligheid. Laten we het vertrouwen herstellen in onze veiligheidsinstanties door openheid en beter toezicht te garanderen. En zo zorgen we dat burgers veilig zijn en zich ook veilig voelen.